Yo mensen, Jorask hier en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Top 5 Plays of the Week hier op mijn kanaal Jorask Gaming. Vandaag zijn we weer aangebroken bij week nummer 31 en we gaan meteen natuurlijk beginnen op de nummer 5 spot. Op de nummer 5 spot staat MW3 Gameplay NL, die speelt die Modern Warfare 3 met zijn Predator Missile. Roest de Predator Missile in één keer, bam! 8 man, multikill op de aanvlag. Meteen pakt hij iedereen. De aanvlag zit er niet, want hij speelde kill confirm. Maar daar zit normaal gesproken wel de aanvlag. Gaan we door naar de allereerste bonusclip. Want de allereerste bonusclip is namelijk van Ghost Elite NL 1998. En de enemies die droppen hier de care packs. Hij dacht, ik pak gewoon het care pack van de enemies. Want er zagen de enemies weer omheen. In één keer, toik, krijgt hij een swarm uit het care pack van de enemy partij. Het is mij ooit één keer gelukt om een swarm te nakken. Maar volgens mij doet Ghost Elite het gewoon dagelijks zo. Hoe hij dit care pack pakte in deze top 5 play. Op de nummer 4 spot gaan we door met mijzelf, namelijk Jaraski Gaming. En ik speel hier League Play 4 tegen 4 Capture the Flag. En we zitten in de vierde ronde van dit Capture the Flag potje. En we hebben precies 1 minuut om die flag van die enemies te gaan cappen. Dus ik dacht, we moeten er keihard op af gaan rennen. Willen we dit potje nog gaan winnen? Dus ik pak hier de allereerste persoon. Weet ik dat er hier nog eentje komt, want er stond een kaart te defenden. Pak ik hier de tweede persoon. Ren ik daarna door naar het basketbalveld, wat hier rechts van me zit. Pak ik alle enemies die daar ook maar staan, want ze komen natuurlijk op me afrennen. Dacht ik, ik wacht nog heel eventjes. Ze staan namelijk nog gewoon 35 seconden op de klok. Ik zit al in de enemy span, dus ik kan nu gewoon rustig eventjes blijven scannen. Even rustig blijven afwachten, maar daarna moest ik er wel gewoon op af toen ik zag dat de tijd opeens rood werd. Dus ik ging erop af, ik killde hier nog een persoon, pakte ik die vlag en toen ging ik rennen als een gek. Ik bleef rennen en ik ga gewoon in één keer helemaal door naar mijn eigen span toe. Ik maak hier nog een keer een flag carry kill, komt er in de lucht ook nog eens een hellstorm missile aan. Ik ontwijk de hellstorm missile, want opeens wordt hij volgens mij uit de lucht geknald of hij kwam op het dakje van het huisje. De hellstorm faalde in ieder geval. Pak ik hier nog een flag carry kill, ren ik door naar onze eigen vlag, maak ik de capture terwijl er nog 2,5 seconden tijd staat op de klok. Dikke capture flag run ding-achtig iets. Het was echt gewoon een beast play. En dan gaan we door naar de tweede bonusclip. Want die is van Dutch Lobbies. En Dutch Lobbies die schiet hier in één keer een straaljager uit de lucht. Met zijn M1128 tank in Battlefield 3. Ik heb het nog nooit voor elkaar gekregen om zo'n aircraft opeens uit de lucht te knallen. Maar deze persoon die doet het wel. Op de nummer 3 spot laat ik jullie zelf eventjes luisteren wat er gaat gebeuren. Succes. Volgens mij hebben jullie allemaal wel gehoord dat ze echt keihard gingen jissen om die trickshot op de map studio. Maar we gaan meteen weer door naar de volgende bonusclip. Want de volgende bonusclip is van Skywalker Luke. En hij gooit die stomak, toink. Killt hij opeens de verkeerde persoon. Hij wil eigenlijk de persoon killen die daar op de grond lag. Maar hij gooide zijn tomahawk over die persoon heen. Waardoor hij de persoon achter die persoon weer killde. Het ziet er echt gewoon grappig uit. Echt gewoon een vage play. En we gaan meteen weer door naar de nummer 2 spot. Want op de nummer 2 spot staat namelijk BOSS Fitzone HD. En hij pakt hier de hardpoint. En let even op de tijd. Als hij deze twee personen niet had gekild, hadden waarschijnlijk de enemies het potje nog gewonnen. Maar hij maakt hier gewoon een dubbel killetje. Nog even een single killetje erachteraan. En daarna nog een normale kill. En daardoor heeft dit team alsnog wel het potje kunnen winnen. Als hij al die enemies niet had gekild, had hij het potje verloren. Maar dan in één keer, poink, killt hij zichzelf met zijn hunter killer. Maar alsnog had hij wel het potje gewonnen. Dus daarom ook gewoon een verdiende tweede spot voor jou, jongens. Maar dan gaan we door naar de allerlaatste bonusclip. Want de allerlaatste bonusclip is namelijk van Jelle24. Hij speelt hier op de map studio, free for all op de computer. En hij maakt gewoon een direct impact met zijn stunkrenade. Je krijgt het een paar keer te zien uit een ander perspectief. Zodat het er echt gewoon grappig uitziet. Die enemy was natuurlijk al bijna dood. Maar Jelle die gooit hier de stun. En in één keer komt de stun rechts zo meteen in beeld aanvliegen. En super slow motion komt hij zo meteen aan. En dan in één keer, poink, killt hij die enemy met die stun. Maar dan gaan we meteen door naar de nummer 1 spot. Want de nummer 1 spot is namelijk een sniperclip op de map raid. En let op deze accuracy. Hij mist geen enkele kogel van Griefsies. 4-3-2. Eerste kill maakt hij hier zo met zijn XPR. Komt hij zo meteen aan met de tweede kill. 3-2-1. Hoppatee. Tweede kill. En dan komen de derde en de vierde. Derde en vierde. Hij raakt elke kogel die hij ook maar schiet. Vijfde kill. Rent hij weer even een stukje door. Zesde kill. De zevende kill op een camper. Komen er hier nog 3 mensen aan. Achtste kill. Negende kill. En tiende kill. Waardoor hij helaas wordt uitgeschakeld omdat hij die kogel miste. Hij heeft alles geraakt. En hij krijgt hem hier dus ook nog een keertje zien in super slow motion. Maar jongens, mochten jullie deze top 5 plays of the week nou weer leuk hebben gevonden, geef hem dan alsjeblieft een duimpje omhoog bij de 1500
likes, upload ik volgende week gewoon weer een nieuw deel. Je kan zelf natuurlijk ook gewoon je clips gaan opsturen. Ten eerste moet je natuurlijk gewoon een epic clip halen op elke Call of Duty dan ook, op elke Battlefield dan ook, op welke Medal of Honor dan ook, op welk spel dan ook. Het maakt me helemaal niks uit wat voor spel je instuurt. Als je hem helemaal hebt gehaald en daarna kan opnemen met een HD-PVR Elgato Game Capture, met een Rockshow Game Capture, met een weet ik veel wat capture card, upload het dan als verborgen video naar YouTube en stuur mij simpelweg gewoon een PM, oftewel een private message op YouTube met het onderwerp Top 5 Plays of the Week. Link naar je verborgen video erin. En als je nou niet weet hoe dat werkt, kan je altijd nog een e-mail sturen naar jeraskigaming@hotmail.com. Onderwerp Top 5 Plays of the Week. Link naar je verborgen video erin. En ik wil jullie allemaal weer bedanken voor het kijken, jongens. En weer een nieuwe Top 5 Plays of the Week, aflevering 31. Mocht je hem leuk hebben gevonden, geef hem alsjeblieft een duimpje omhoog. En tot de volgende keer, mensen. Bye bye.